Heren, proficiat, de overwinning is binnen. Hoe voelt dit nu? Ja, super. Zotte kot. Denk dat we er op een moment, ja, door de hele avontuur een paar keer niet meer in geloofd hebben. Nu op plaats misschien soms ook niet meer, dat we dachten van, het ziet er allemaal zo goed uit bij de buren. En dan nu winnen, dat is, ja. We bleven in ons concept geloven en bleven vasthouden aan hetgeen dat we wilden. Ik denk dat dat onze grote redding is geweest. Ja. Ja. De ontlading is groot, veronderstel ik, Karel. Alblieft. De ontlading is groot. Maar ja, tuurlijk, maar helemaal niet. We zijn er een half jaar mee bezig met dat programma en dat, ja. Je hebt gewoon alles voorop. Je geeft je gezin op, je geeft je slaap op, je geeft je gezondheid op, je geeft gewoon alles op. En uiteindelijk krijg je dan de ultieme beloning, dus, allez, ja. Ik heb de indruk dat jij een bibber bent. Maar ja, dat is gewoon ontlading, ja. Dat is gewoon zot. Ja, dat is echt zot. Ik denk dat het laat gaat worden of vroeg bij jullie. Wow. Ik ben elke keer 48 uur wakker gebleven, maar dat nog wel kunnen, zeker. Maar er gaat vannacht geen vlees op de barbecue, veronderstel ik, Birger? Nee, echt een noodgeval. We willen nog barbecue vandaag, maar morgen gaan we uitslapen en dan zaterdag wordt er weer een barbecue. Ja, zaterdag barbecue of wat zeg je? Ja, zaterdag doen we weer demo, maar gewoon direct doordoen en dan is er al voor Weber een demo en dan, ja, dat wil ik, ja. Ik ben al 2 dagen niet aan het barbecuen, ik begin al ontwenningsverschijnselen te hebben, dus zaterdag moet ik echt weer barbecuen, of dat komt niet goed. En de komende maanden? Gaan we nog heel veel barbecuen. En dat pand zoeken? Ja, dat pand zoeken, dat komt echt wel goed. We zoeken een uitvalsbasis, de voetruck komt er. Zeker nu dat we gewonnen hebben, dan mag eigenlijk wel zeggen dat de voetruck er tegen eind deze maand is. Dus, gaan jullie nog iets doen met jullie team, denk je? We zouden ze graag meenemen. Nee. Met een aantal opportuniteiten, dus we zouden die graag meenemen. Ze willen ze mee in het verhaal. Ze hebben ook alles gegeven alsof dat voor hen was. Dus ik denk dat die overwinning is ook gewoon 75% aan het team te danken. En, ja, denk ze niet meenemen zou echt een belediging zijn. Zeg, gaan jullie nu koken op het trouwfeest van Daniela en Mitchell? Ja. Daarover moeten we nog een keer praten, basic. Ja, Wanda belooft. Als hij een aanzoek deed, dan ging ik de hapjes doen. Maar hij heeft een aanzoek gedaan zonder hapjes. Dus ik hoop dat we mogen gaan naar het trouwfeest. Ik denk dat dat wel een heel leuk feest zal worden. Nee, maar ik gun jullie eigen feest vanavond en vannacht. Laat het smaken, die pint. Ja, dank u, dank u.